Dit is Philippe, een trouwe lezer van het Delhaize magazine en een groot liefhebber van de fijnste bubbels. Inderdaad. Voilà, we duiken vandaag in de verfrissende champagne van Paul-François Franken. Een Belg die het tot champagnekoning maakte in Reims. De magie van deze frisse champagne vindt plaats in en rond de Villa Demoiselle, met zo'n 300 hectare wijngaarden. Om de biodiversiteit en de kwaliteit van de druiven te bevorderen en te bewaren, worden onkruid en planten tussen en rond de wijnranken toegelaten. Een afgerichte buizerd zorgt er zelfs voor dat de vogels en konijnen op een veilige afstand blijven. De druiven worden met de hand geplukt en binnen de 24 uur tot sap geperst. Na de gisting in de vaten, de filtering en de assemblage worden de wijnen op flessen getrokken en in de wijnkelders gelegd, alwaar de tweede gisting kan plaatsvinden. Tijdens deze rijping van minimum 3,5 jaar in de ideale omstandigheden van de krijtkelders en op een natuurlijke temperatuur van 10 graden, komen deze bubbels tot leven. Nadien wordt het laatste bezinksel verwijderd zodat de champagne kristalhelder wordt. Ontdek deze fantastische champagne bij Delhaize. En Philippe, maak er mooie feesten van, hè. Santé. Santé.